Goedenavond, welkom bij Ter Zake. Verhevigde gevechten in Oost-Oekraïne zetten de zenuwen op scherp van Washington tot Moskou. We gaan naar correspondent Björn Soenes in New York en Iris de Graaf in Moskou. En wat is het nu? Ja, ja, maar nee, nee, die kernuitstap. Vivaldi zit niet lekker in haar vel. Dat bleek ook tijdens het vragenuurtje in de Kamer. Pieter-Jan de Smet brengt verslag uit. In Nederland stond extreem geweld toe tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. Dat staat nu onomstotelijk vast. Premier Rutte gaat door het stof. Het is donderdag 17 februari. Dit is Ter Zake. Beschietingen bij een school op Oekraïns grondgebied vandaag doen alarmbellen afgaan van Washington tot Brussel en Kiev. Rusland ontkent dat het een voorwendsel zou creëren om vervolgens Oekraïne binnen te vallen, een zogenaamde false flag-operatie. De VS dreigen dan weer opnieuw met sancties en schatten de kans op een invasie, citaat, erg hoog in. Bram van de Putten. 17 februari. Полдесятого утра. Обстрел новой Кондрашовки. Перепады света, все такое. Слышно, да? Всем слышно. Это Маринка. Где ж ты жахаешь? Где-то идут прилеты, как мне сказали. Всем слышно, да? Страшно как-то. Надеюсь, что детей отправят в подвалы в школах. Я надеюсь, что, ну, то, слава богу, никого не было, да? Een kleuterschooltje net buiten Luhansk, vlakbij de frontlinie tussen de pro-Russische separatisten en het Oekraïnse leger. Bij de beschietingen van deze voormiddag raken hier drie leerkrachten gewond. Op beelden van de Oekraïnse politie is te zien hoe de kinderen op dat moment aan het ontbijten in de eetzaal in veiligheid worden gebracht. Hoe dan ook is het vandaag opvallend onrustig aan de frontlinie in Oost-Oekraïne. In totaal zijn er meer dan 30 meldingen van beschietingen met granaten en mortieren. De Oekraïnse president Zelensky, vandaag op bezoek bij zijn troepen, noemt de aanval op de kleuterschool een provocatie van de pro-Russische separatisten. Maar in Moskou klinkt het net omgekeerd. Dit was het werk van Oekraïne. Мы вот сейчас видим, что идут эти провокации. Мы видим сообщения вот представителей самопровозглашенных республик о том, что на линии соприкосновения идет обмен ударами, и что первые удары пришли как раз со стороны Украины. Это тревожная информация. De spanningen aan de oostelijke frontlinie zetten het conflict tussen Rusland en Oekraïne weer extra op scherp. Bovendien geloven de NAVO en de Verenigde Staten ook niet dat de Russen effectief hun troepen terugtrekken. But we don't see that. Quite the contrary. We even see them stocking up their blood supplies. You know, I was a soldier myself not that long ago, and I know firsthand that you don't do these sort of things for no reason. Volgens Amerika is het Russisch leger klaar om op elk moment een aanval te beginnen. Die zou er kunnen komen na een valse beschuldiging aan het adres van Oekraïne. Russia plans to manufacture a pretext for its attack. This could be a violent event that Russia will blame on Ukraine, or an outrageous accusation that Russia will level against the Ukrainian government. We don't know exactly the form it will take. It could be a fabricated so-called terrorist bombing inside Russia, the invented discovery of a mass grave, a staged drone strike against civilians, or a fake, even a real, attack using chemical weapons. En dat vraagt een woordje extra uitleg vanuit New York en Moskou. Björn Soenes en Iris de Graaf, goedenavond allebei. Björn, ik begin bij jou. We hoorden net Blinken, minister van Buitenlandse Zaken in de VS, schetst een erg alarmerend scenario, meerdere scenario's. Zijn ze er echt van overtuigd in de VS dat Poetin, dat Rusland, zal die grens oversteken, zal binnenvallen in Oekraïne?
Ze willen het in elk geval nog voorkomen. Blinken zei, we zijn hier niet om oorlog te stoken, maar om oorlog te voorkomen. En het feit dat hij hier persoonlijk naartoe kwam, naar de VN-veiligheidsraad, onderstreept het cruciale karakter van dit moment. Hij zei, de Russen vertellen niet de waarheid als ze zeggen dat ze zich terugtrekken. En hij schetste vervolgens een grimmig scenario. Hij zei, het zal beginnen met een provocatie, dan zullen er cyberaanvallen volgen, dan zullen er bommen volgen, raketten, en dan gaan ze Kiev aanvallen. En daar gaan ze specifieke groepen uit Oekraïne uitkiezen. Dat was het negatieve scenario. Hij zei, de Russen moeten maar één ding doen. Zeggen dat ze hun troepen terugtrekken en dat ze geen invasie zullen lanceren. Dan gaat deze crisis voorbij. Tegelijk hield hij de deur open voor diplomatie en zei hij, er is nog een mogelijkheid. En hij suggereerde een ontmoeting met de collega die hij heeft van buitenlandse zaken in Rusland, Lavrov, Sergei Lavrov, om daar een ontmoeting mee te hebben volgende week. En hij suggereerde zelfs, als dat resultaat zou opleveren, om dan mogelijkerwijze een top te houden tussen Poetin en Biden. Dus hij zei, wat wij vertellen is geen hysterie, het is geen melodrama, het is geen nonsens, dit is serieus. De Russen moeten nu een signaal geven dat ze zich terugtrekken en niet valse informatie de wereld ingooien. Dus Blinken, zijn boodschap was heel duidelijk, diplomatie kan, maar we zijn klaar voor zware sancties als er toch een invasie zou volgen. Dankjewel, Björn. Heel helder. Iris de Graaf in Moskou. Goedenavond ook aan jou. Ja, we zagen het in de reportage. Vandaag hoogspanning vanwege wat er rond dat schooltje gebeurde. Tegenstrijdige versies ook. Wat weet jij over wat daar zou gebeurd zijn of gebeurd is? Nou, we weten inderdaad dat er in het oosten van Oekraïne geschoten zou zijn, over en weer, en dat beide partijen elkaar daar dus van beschuldigen. Dus de pro-Russische separatisten die beschuldigen het Oekraïnse leger van het beginnen van die beschietingen. En in Oekraïne zeggen ze juist dat het de pro-Russische separatisten waren en een provocatie vanuit Rusland. Maar het is heel onduidelijk om nou te kijken wat daar echt precies is gebeurd. Want op dit moment zijn er heel weinig mensen ter plaatse. De OVSE, die de situatie normaal gesproken observeert en monitort, die heeft deze week heel veel mensen teruggetrokken. Dus er zijn weinig mensen ter plaatse. Het is onduidelijk wat er nou precies is gebeurd. Het is wel duidelijk dat het Westen het beschouwt als een mogelijk voorwendsel, een false flag situatie. Hoe reageert Rusland daarop? Ze hebben eerder de VS al van hysterie beschuldigd natuurlijk, hè? Ja, klopt. Nee, zij draaien dat hele verhaal hier dus eigenlijk om. Dus dat Oekraïne hier schuldig aan is. En dat is niet voor het eerst. We zien hier eigenlijk al maanden op de Russische media zien we berichten over ongeregeldheden in Donbass. Dus explosies of beschietingen waarvan de hele tijd naar Oekraïne wordt gewezen. Er wordt hier gezegd in Rusland, Oekraïne overtreedt die Minsk-akkoorden. En dat is best zorgelijk, want dat zou inderdaad in theorie een argument kunnen zijn waarop Rusland zou kunnen zeggen, wij moeten onze mensen daar in het oosten van Oekraïne beschermen. Rusland heeft de afgelopen maanden heel veel Russische paspoorten bijvoorbeeld uitgedeeld. Dus ze kunnen zeggen, daar wonen Russische burgers, die moeten wij beschermen. Dat zou inderdaad een argument kunnen zijn om dan toch Oekraïne binnen te gaan vallen. Dus daar maakt men zich vooral natuurlijk in het Westen heel veel zorgen over. Dat wordt hier echter wel ontkend. Mm-hmm. Nu, vandaag ook gingen er brieven over en weer, of toch een reactie van Rusland op een veiligheidsvoorstel vanuit westerse kant. Zou je kunnen zeggen dat Rusland, afgaand op hun antwoord in hun brief van vandaag, zich niet serieus genomen voelt met betrekking tot die veiligheidssituatie? Of wat schrijven ze precies? Ja, zeker. Dat zeggen ze natuurlijk ook al maanden. Maar vandaag in de officiële reactie heeft het Kremlin inderdaad weer gezegd dat het antwoord wat zij vanuit Amerika hebben gekregen, dat dat niet constructief was. Dat Amerika nog steeds alle veiligheidseisen die Rusland wil hebben en alle zorgen dus van Rusland, dat Amerika die negeert en niet begrijpt. Rusland hamert nog steeds op dat het garanties wil dat de NAVO zijn troepen terugtrekt uit Oost-Europa en dat de NAVO belooft dat er geen uitbreiding verder komt. Dus dat Oekraïne ook nooit lid zal worden. Nou, volgens Rusland hebben ze daar nog steeds geen garantie voor gekregen. Dus leggen ze de bal nu eigenlijk weer bij Amerika neer. En gaan ze dus afwachten waar Amerika mee komt. Rusland heeft gezegd, als Amerika dit keer niet op onze eisen ingaat, dan gaan we militair technisch reageren. Maar het is vrij onduidelijk wat dat precies inhoudt. En intussen verwacht de VS bij uitbreiding de NAVO dat Rusland troepen weghaalt uit de buurlanden van Oekraïne en van bij de grens met Oekraïne. Zal dat gebeuren? Is dat aan het gebeuren?
Ja, er is op dit moment nog geen hard bewijs voor. Je ziet natuurlijk filmpjes op social media, die zijn lastig te verifiëren. Amerika inderdaad zegt juist vandaag dat er nog meer troepen zijn bijgekomen. Volgens mij hadden ze het over 150.000 troepen. Nou, Rusland ontkent alles en die zegt wij trekken onze troepen juist terug. Daar zijn we al een tijdje mee bezig, gewoon volgens plan. En ook al die militaire oefeningen die nu worden gehouden, in Belarus bijvoorbeeld en in de Zwarte Zee, daar staan ook allerlei Russische troepen. Ook daarvan zegt Rusland, die gaan we binnenkort terugtrekken als die oefeningen zijn afgelopen. Die oefeningen duren tot 20 februari, dus we gaan goed in de gaten houden wat er ook met die troepen zal gebeuren. Dat zou begin volgende week zijn. Dat sluit dan aan bij de opening die Blinken, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, vandaag ook scheen te maken. Van er zou misschien gepraat kunnen worden door de beide ministers van Buitenlandse Zaken. Denk je dat Rusland daar open voor staat? Of is men echt wel bereid om die grens over te steken tot een oorlog te laten komen? Nou, dat is lastig in te schatten. Kijk, Rusland blijft de hele tijd herhalen dat het open staat voor onderhandelingen, maar beschuldigt juist het Westen ervan, dat het Westen niet wil onderhandelen. Dat zie je hier ook de hele tijd in de media. Maar of er tot een volledige oorlog zal worden overgegaan, dat weet natuurlijk alleen Poetin zelf. Dat is voor ons lastig te voorspellen. Alleen, het feit is wel dat hij misschien niet eens een volledige oorlog nodig heeft. Want deze hele informatieoorlog op zichzelf, die geeft hem eigenlijk al voor een groot deel wat hij wil. Heel veel aandacht op het internationale wereldtoneel. Hij wordt serieus genomen. En wij houden eigenlijk, analisten, journalisten, vooral de situatie in Oost-Oekraïne in de gaten, in de Donbass. Want de Duma heeft hier deze week over gestemd dat ze willen dat Poetin die zelfverklaarde volksrepublieken gaat erkennen. En als dat gebeurt de komende tijd, dan zou dat ook een excuus kunnen zijn om voor Rusland daar officieel Russische troepen neer te zetten zonder dat er een volledige oorlog aan te pas komt. En ook dat zorgt voor meer grip op Oekraïne. En dat is precies wat Poetin wil. Het kan nog vele kanten uit, maar dank voor de heldere uitleg ook vanuit Moskou. Iris de Graaf. Ook tijdens het vragenuurtje vandaag in de Kamer, en nu zijn we weer in België, ging het over de kernuitstap. Gisteren stipten we hier al aan dat de posities daarover binnen de Vivaldi-coalitie aan het schuiven zijn. Met name Open VLD, de partij van de premier, en CD&V lijken de kernuitstap in vraag te stellen. Pieter Jan de Smet, goeie avond. Je hebt het vragenuurtje voor ons gevolgd. Hoe verliep het daar? Wel, de premier was hier vandaag niet aanwezig, Annelies. Hij moest naar een internationale top en dat was niet naar de zin van Peter de Rover, de fractieleider van N-VA. Hij had het programma eens bekeken en vond dat er geen reden was waarom de premier vandaag niet kon zijn. Maar de premier is niet gekomen en andere regeringsleden hebben de vragen hier beantwoord. En wie hier ook opdook was Meire Malmachi, voorzitter van Groen. En zij heeft vandaag voor het eerst gereageerd op die brief van de werkgeverskoepels in verband met het openhouden van de kerncentrales. Mevrouw Almachi, uw partij zei altijd, Tine van der Straat heeft goede contacten met de captains of industry. Alle werkgeverskoepels zeggen nu, we zien dat niet zitten, haar plannen. Wat is er gebeurd? Ik denk dat er een grote bezorgdheid is, algemeen gezien de situatie na 20 jaar rond ons energiebeleid. En langzaamaan komt die datum van 18 maart dichter. Ik denk dat het niet moeilijker is dan dat. Blijkbaar is het dossier dan toch niet zo overtuigend, want na al haar contacten met de Captains of Industry zeggen alle werkgeverskoepels, dit zien we niet zitten. Wel, ik kan alleen maar vaststellen dat alle studies die de regering heeft gevraagd, die ze de afgelopen anderhalf jaar minutieus heeft voorgelegd, dat alle input die we hebben gekregen, hebben geleid tot een principesakkoord, 23 december, waarbij we gaan voor plan A. Want er is voldoende vervangingscapaciteit, voldoende interesse daarvoor, er is geen impact op de prijs. Mevrouw, als u zegt dat de dossiers aan uw kant zijn, hè, waarom twijfelen dan de andere coalitiepartners, zelfs partners die eerst voor een kernuitstap bleek te zijn, beginnen nu te twijfelen? Ik kan natuurlijk niet voor hen antwoorden. Ik kan alleen maar antwoorden op basis van wat ik gisteren heb gehoord. Er is de geopolitieke context en men verwijst daarbij naar Rusland. En dan is het goede nieuws is dat ons land nauwelijks afhankelijk is van Rusland. Wat wel anders is. Dat wordt Europees bepaald, hè, mevrouw? Ja, en daarom dat ik ook net zeg, daarom dat die koppeling tussen welke beslissingen wij als land nemen met de
internationale context eigenlijk absurd is. Al zeker als het gaat over een beslissing voor over x aantal jaar zijn uitwerking zal hebben. Waarom twijfelen die partijen dan? U praat met hen, waarom twijfelen ze dan? Wel, ik denk dat er sowieso na 20 jaar nood is aan een stevig debat en dat er een aantal bezorgdheden zijn. Ik kan alleen maar zeggen dat wij die bezorgdheden meenemen, maar wat ik... Maar waarom twijfelen ze als u zegt, de rapporten zeggen dat de prijs in orde is en de bevoorradingszekerheid? Maar ik denk dat zij bevraagd zijn met een reactie voor die brief. Dat is hoe het werkt. Hè. Laat ons een koel hoofd houden en een warm hart. En nu gewoon verder gaan zoals afgesproken. En op 18 maart beslissen met alle elementen. En achter de schermen beloven die partijen u, dit komt in orde. Ik weet dat journalisten graag mee achter de schermen zouden kijken. Maar wat ik denk dat belangrijk is voor... Ik denk dat u die garantie niet heeft. Ik denk dat wat belangrijk is, is dat je na 20 jaar dagjespolitiek, waar geen enkele beslissing werd genomen en dus ook niks werd voorbereid, dat we nu eindelijk naar een beslissing gaan die zorgt dat we op het pad zitten voor een degelijk beleid. Dat was de voorzitter van Groen, Meirem Almaty. Hoe reageren de andere regeringspartijen van Vivaldi? Wel, bij Open VLD werd er niet gereageerd. De partij van de premier, daar mochten de Kamerleden eigenlijk niet echt interviews geven. Dat wilden ze niet. Ze waren wel aanwezig, zoals Magde de Blok, maar geen interviews. En ja, ze beseffen binnen VLD dat hele verhaal bijzonder gevoelig ligt bij de werkgevers, maar dat het een heel moeilijke operatie wordt met Groen, omdat er toch wel achter de schermen duidelijk wordt gemaakt dat Groen geen millimeter wil toegeven. En ja, hoe gaat dat dossier dan eindigen? Ook voorzitter Egbert Lachaert wilde vandaag niet voor de camera reageren. Herinner je dat hij een tijd geleden zei, die kerncentrale is een dood lijk, dat kan je niet reanimeren. Hij wil dat nu toch bekijken, maar goed, geen interview vandaag. Wie wel reageerde was CD&V. We kijken kort naar enkele opnames van deze namiddag. Meneer De Waal, gaan jullie het lijk van de kerncentrales reanimeren? Meneer Leijs, vindt u dat de kerncentrales toch open moeten blijven? Waarom mag je niet spreken? Het is uw dossier. Ik mag altijd spreken. Ja. En ik denk dat kernenergie in de toekomst een rol gaat spelen in Europa. En we hebben alle tijd om goede beslissingen in dit land te nemen. Maar vindt u dat, zoals alle werkgeverskoepels, dat de kerncentrales toch langer moeten open blijven? Ik denk dat er een lange termijn strategie, die niet dogmatisch is, die geopolitiek realisme betoont en die technologie onafhankelijk is, dat de juiste oplossing is. En betekent dat geen of wel kernuitstap? We zijn toch wel heel bezorgd over de bevoorradingszekerheid, maar ook al over die betaalbaarheid. Er is nog nooit zo'n grote ongerustheid geweest bij de gezinnen en de bedrijven. Er zijn ook wereldwijd nieuwe evoluties. Als je kijkt, de strubbelingen op geopolitiek niveau, dat heeft ook wel een impact op de betaalbaarheid en op die onzekerheid die er momenteel heerst. Groen deelt dat argument niet. Zij zeggen, de sluiting van de kerncentrales binnen enkele jaren heeft niks te maken met de geopolitieke situatie vandaag. Kijk, in het regeerakkoord is de kernuitstap herbevestigd, maar dat was geen golden ticket. Ja, geen golden ticket, zegt CD&V. Dat is duidelijk en men beseft eigenlijk heel goed dat het voor Groen een heel moeilijke situatie is op dit moment. Maar nieuwe verkiezingen of een val van de regering, dat is niet aan de orde, zegt voorzitter Meirem Almaty. Sluit u het uit als men geen kernuitstap? Ik denk dat dat totaal niet aan de orde is. Ik denk echt dat dat totaal niet aan de orde is. Wat we nu moeten doen is zekerheid geven aan burgers. Zegt het is niet aan de orde. Er wordt ook wel eens gezegd, Groen staat op dit moment ook in de peilingen niet zo sterk om naar verkiezingen te gaan. Dus ze staan ook niet zo sterk in dit dossier. Ze gaan de regering niet durven laten vallen. Ja, ik kan alleen maar vaststellen dat er een wet op de kernuitstap is en dat peilingen geen voorspellingen zijn. En dat er in de tussentijd, in plaats van continu campagne te voeren of het aan dagjespolitiek te doen, dat er ook bestuurd moet worden. De partij is samen met Ecolo de enige die eigenlijk echt voor die kernuitstap gaat nu. Is het vanuit democratisch oogpunt wenselijk om die dan door te voeren? Ja, ik denk dat er twee dingen belangrijk zijn. Eén, zorg ervoor dat je bevolking zekerheid heeft, dat je economie zekerheid heeft en dat we niet de rondjes draaien zoals de afgelopen jaren. Ik begrijp dat u die vraag stelt, maar ik heb gisteren geen enkele voorzitter horende principes in vraag gesteld die we hebben afgesproken in het regeerakkoord. Ja, nog een aantal losse eindjes daar, als ik dat allemaal op een rijtje hoor. Heb je ook reacties gesprokkeld bij de oppositie, Pieter-Jan? Wel, PvdA maakt duidelijk dat ze vinden dat Engie veel te dominant is, veel te veel winst maakt, dat dat moet aangepakt worden. Bij N-VA willen ze absoluut die centrales openhouden, maar op hen komt
ook wel kritiek dat ze heel deze operatie onvoldoende voorbereid hebben in de vorige regering. Dat ze geen crisis hebben gemaakt rond die kerncentrales en wel de regering hebben verlaten rond het Marrakesh-pact. En wat betreft Vlaams Belang, zij vinden ook dat de kerncentrales langer moeten open blijven. En we hebben daarover ook met hen gesproken. We gaan eens luisteren. Hoeveel gaat dat dan kosten volgens u? Wel, kijk, er worden daar een aantal kostprijzen op geplakt. Hè. Er is al gesproken in het verleden over 700 miljoen. Maar natuurlijk is dit een investering die je moet bekijken. Wie moet dat betalen? Dat is natuurlijk aan de exploitant, Engie Electrabel, die dat moet doen. Zij willen niet. Ja, dat is hoe je dat bekijkt. Hè. Het FANC heeft heel duidelijk gezegd dat er een levensduurverlenging mogelijk is. Hoe zou u Engie dwingen om die jongste centrales langer open te houden? Hoe zou u dat aanpakken? Om te beginnen met die mensen rond de tafel te gaan zitten. Maar het gaat over, is het technisch toch wel mogelijk? Hè? En daar zijn dan een aantal veiligheidsissues over. De corrosieproblemen. Je zegt dat het wel kan, hè, mevrouw? Wel, daar is heel veel debat over. Maar als de uitbater zegt, het gaat niet meer... Als niet alleen de uitbater zegt, het gaat niet meer, dan maar daarvoor dat ook... Te bepalen. Nee, en ook de FOD-economie zegt, het gaat niet meer. Dan wil dat vooral zeggen dat in 2018 de vorige regering een enorme kans heeft gemist. Het FANC zegt dat het wel gaat, hè, mevrouw? Wel, het FANC zegt dat het mogelijk is, mits een aantal uitgestelde veiligheidsvoorschriften, et cetera. Je kan heel veel doen, maar de vraag is dan, wat zijn daar de kosten van? Wie gaat die kosten betalen en welke veiligheidsimpact heeft dat? En daar nemen wij geen enkel risico mee. Ja, hoe dit dossier gaat eindigen, dat is hier de grote vraag. We zullen het hopelijk snel te weten komen na 20 jaar wachten. We zijn zeer benieuwd. Het tijd tikt hier in het hart, in het politieke hart van Brussel. In 2020 maakte Nederland bij monden van de koning excuses aan Indonesië voor geweldsontsporingen van Nederlandse kant in de jaren 1945-1949. Dit onderzoek is aanleiding die excuses hier en nu opnieuw onder woorden te brengen. Voor het stelselmatige en wijdverbreide extreme geweld van Nederlandse zijde in die jaren en het consequent wegkijken door vorige kabinetten maak ik vandaag namens de Nederlandse regering diepe excuses aan de bevolking van Indonesië. Premier Rutte van Nederland moet de donkerste bladzijde in de Nederlandse geschiedenis wel onder ogen zien. Gisteravond werd een grondige en lang verwachte studie daarover publiek gemaakt en de conclusie is niet mals. Tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog van 1945 tot 1949 heeft het Nederlandse leger extreem geweld gepleegd, vaak bewust en oogluikend toegestaan door het hoogste gezag. Lauke van den Driessen sprak erover met David van Rijbroek, auteur van Revolutie, een uitgebreide geschiedenis van Indonesië en onder andere de Nederlanders. Ik heb mensen geïnterviewd die zeggen, ik heb mensen geëxecuteerd. Of ik heb met onze elektriseermachine, waarmee ze de veldtelefoon bedienden, ik heb de polen op de handen, de oorlellen of de geslachtsdelen van Indonesische vrijheidsstrijders gezet om ze aan het praten te krijgen. En als ze één keer hadden opgebied, hebben ze afgeschoten. Dat soort, en dit werd op grote schaal gebruikt. Het is niet waar dat het maar op een paar incidenten zijn geweest. De stoere Nederlanders ontrukten aan de verten der onbekende zeeën nieuw land. In een tijdsbestek van enkele eeuwen stichten deze dapperen ons koloniale rijk dat door zijn uitgestrektheid, grootsheid en rijkdom de gehele wereld steeds heeft verbaasd. Van 1600 tot 1942, 3,5 eeuw lang, waren de Nederlanders aanwezig in de eilandengroep die vandaag Indonesië heet. Maar tijdens de Tweede Wereldoorlog zou Indonesië bezet worden door de Japanners, tot die capituleerden. Twee dagen na de bom op Hiroshima riep de Indonesische leider Sukarno de onafhankelijkheid uit. Tegen de zin van de Nederlanders, die wilden terugkeren. Er volgde een oorlog die 4,5 jaar zou duren. Dat er oorlog is geweest is lang geweten. Men noemde het politionele acties. Dat dat een eufemisme was, dat weet iedereen al lang. De vraag was alleen, hebben de soldaten zich gehouden aan het oorlogsrecht of zijn ze hun boekje te buiten gegaan? Is er sprake van ongeoorloofd, structureel en massageweld geweest? En lang heeft men dat niet willen zien.
Bali, het wonderschone eiland in de Indische archipel, is 4 jaar in handen van de Japanners geweest. Plundering, roof en dwangarbeid hebben over dit land een sombere sluier geworpen, maar de bevolking is optimistisch gebleven. De bevrijding nadert. Ruim 2000 soldaten van het Nederlands-Indische leger, voor het merendeel ex-krijgsgevangenen, gaan aan wal met ongeladen geweren. Maar de geweren bleven niet ongeladen. In tegenstelling tot wat de Nederlandse bioscoopjournalen toen toonden, volgden er executies, mishandelingen en martelingen. De schaal waarop blijkt vandaag zwart op wit uit een lang verwacht en grondig wetenschappelijk rapport. Structureel en extreem geweld waar lang amper over gesproken werd. Al die jaren lang was het idee van ja, daar zijn een aantal soldaten door het lint gegaan en dat noemen we zogenaamde excessen. Dus de schuld lag bij individuele soldaten die zich misdragen hadden. Maar inmiddels is de afgelopen jaren gebleken, door processen, door nieuwe onderzoeken, dat het toch wel over heel veel soldaten ging en dat het niet een probleem was van individuen, maar van structuren. Het is nogal gemakkelijk om te kijken naar 18-jarige soldaten die tegen hun goesting worden uitgezonden vanuit Zeeland of Friesland of welke provincie ook, om daar slecht bewapend, slecht opgeleid, slecht omkaderd oorlog te moeten gaan voeren. En wat dat betreft ben ik blij dat het onderzoek van vandaag mijn eigen conclusies van mijn boek Revolutie bevestigt. De echte schuldigen zijn de politieke beslissers. I would like to express my and repeat regret and apologies for the excessive violence on the part of the Dutch in those years. 2 jaar geleden al bood de Nederlandse koning Willem-Alexander excuses aan voor de zogenaamde excessen. Als reactie op het wetenschappelijk rapport van vandaag komt ook premier Rutte met nog explicietere excuses. Voor het stelselmatige en wijdverbreide extreme geweld van Nederlandse zijde in die jaren en dat consequent wegkijken door vorige kabinetten. Het is een duidelijke breuk met de regeringslijnen van de voorbije 70 jaar. Vraag is of de Nederlander die wroeging deelt. Want meer dan in andere landen houden Nederlanders nogal vast aan hun koloniaal verleden. 2 jaar geleden was er een Britse enquête. En de vraag was welke voormalige kolonisator is het meeste trots op zijn koloniaal verleden. En de onderzoekers dachten het zullen wel wij, de Britten, zijn. En het bleek dat de Nederlanders met vlag en wimpel die competitie wonnen. De helft van de Nederlandse ondervraagden was trots op het koloniaal verleden, maar 6% was beschaamd en 25% verlangde terug naar een overzeesrijk. Ja, dat zijn cijfers die je in België, Frankrijk, Duitsland, Engeland en Japan echt niet zag. En dat heeft onder meer te maken met het nogal erg beknopte verplichte geschiedenisonderwijs in Nederland. Beter geschiedenisonderwijs is cruciaal in die thematiek. De tol van corona en de maatregelen tegen corona laat zich niet alleen in dode of langdurige mentale of fysieke klachten meten. In Zuid-Afrika bijvoorbeeld heeft de impact op de economie gezorgd voor meer dan 700.000 extra werklozen. De werkloosheidsgraad is er boven de 40% gerezen. Stijn Verkruijsen stelde bovendien vast dat er nieuwe townships ontstaan, sloppenwijken, door corona. In de schaduw van de Tafelberg raken steeds meer open velden bezaaid door golfplaten krotten. Het zijn de nieuwe sloppenwijken van Kaapstad, ontstaan in de coronacrisis. Joy leidt ons rond. Zij woont in een oudere sloppenwijk vlakbij. Hier we are at COVID. This place called COVID. They call COVID after the epidemic. So when they start to move to the place that we're living before, where they were renting, now they move to this place because it was an open space that they see. So they start to put like sharks so that they can live because others they lose jobs. So there is no money for them to rent, to pay rent. So they decide to stay here. Then they name this place COVID. Hello, sir. Me, become a companion. SAP. He was working to SAB where the company is doing like alcohol. Mm-hmm.
So they start reaching them because they were no, the president closed was shut lockdown in South Africa. So the business doesn't operate well. So the company decided to. And so he lost his job, like in that he way. He lost the job. Do you have kids? Yes. Mangat. Two. For sort of income, he decided to sell vegetables and fruit because he's got two kids, so he must support those kids. I arrived here in July last. It's 1 year now and 4 months. Okay, and why did you move here? Because I didn't have a place to stay. Now after COVID, I couldn't have money, no more to rent. So when there's a place, so I come to put a space here. Okay, and why didn't you have any more money to rent? Did you lose a job? I lose a job, yes. What job was it? I was working at the fishery, and then that fishery closed down. Because of the crisis? Yes. What are you doing? Collecting scrap and stuff. There's only boxes I'm collecting. And what will you do with it? Go to the scrapyard. The scrapyard? You can earn money with it? Yeah. How That's much? It depends how much is away. Okay. And for example, one bag full of? 70 to 80 rand. In de wijk COVID-19 is er veel alcoholisme en criminaliteit. Er is geen water en geen elektriciteit. Wat er is, tappen ze af van het stroomnet. Kom, Kadok. Net goed, kom. Goed, en gevonden. Ja, goed. Say hello. Guys, I know whatever you want to do, right? But you don't have electricity. If you see those wires, they try to steal the... Like, they try to make a plan, like to make electricity, like to connect to the place that close to, they can get electricity. But it's dangerous. There's no toilets, there's nothing. You understand? How? I mean, people can stay without sanitation. What can we do? Yeah. Because now we must go there and then we're scared of the snakes. You know black people are scared of snakes. Don't you get any support from the government? No. Isn't there, sir, that it's 250 rand? 350. That 350, if you apply, you get. Maybe you don't get. It depends. Yeah. How lucky you are to be on the system. At least we're getting the 450 from our grandchildren. Yeah. That is how we survive. Young girls, like from 13, 15, 16, 17, they get kids because they want something to survive because the mother and the father doesn't work. So he decided to go to get pregnant so that they can get 450 for to the government. So what is 450? It's nothing. Joy wil ons niet alleen tonen hoe de armen armer werden tijdens de coronacrisis, maar ook waar ze graag zou willen wonen, vlakbij, in Somerset. Daar waar de rijken rijker werden. Dat is onze wens voor onze kinderen, to live in a good environment, not in a bad environment like COVID. That is the dream that maybe it will take 200 years. Dit was Ter Zake. Heel fijn dat u keek. De collega's van de afspraak zitten klaar. Mooie avond verder. En heel graag tot morgen op ons gebruikelijke uur. 8 uur op Canvas. Tot dan.